Vandaag gaan we misschien wel de belangrijkste hint tot nu toe bespreken. We weten namelijk dat Nathan de correcte enveloppen in de laatste opdracht had gepakt en dat één iemand de enveloppen eerder heeft verwisseld. En met heel wat uitzoekwerk kan je erachter komen wie dat is. En dat zal ik je ook laten weten. Namelijk bij deze aflevering 6. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de aflevering op televisie. En natuurlijk gaan wij vandaag weer de top 5 hints en aanwijzingen bespreken om de mol te ontmaskeren. En dit voelt als een hele vruchtvolle aflevering, dames en heren. We starten ook meteen met hint nummer 5. En die gaat over onze grote, grijnzende, lachende vriend Nathan. De hint gaat namelijk over een uitspraak die Rick doet. Namelijk, de mol is tevreden. En daarna zie je een shot waarin Nathan zegt... Hey, ik ben een tevreden man. De mol is dus tevreden. Met 9450 euro, met nog 6 spelers in het spel, richting de 10.000, ben ik een tevreden man hoor. Ja, het is natuurlijk een beetje een hele obvious hint richting Nathan. Alsnog leuk dat ze hem ertussen hebben gedaan. Moeten we er te veel waarde aan hechten? Nee, ik denk dat het wel meevalt. Het is te obvious als je de aflevering kijkt. Maar alles met Nathan is gewoon leuk. En ik zeg het wel vaker ook op mijn Instagram en zo. Dat ik zou het fantastisch vinden als Nathan de mol was. En daarom moest ik ook gewoon eventjes deze hint erbij gooien. Want hoe vet zou het zijn als Nathan uiteindelijk de mol is. En over mollen gesproken. Volgende week komt er een extra video online. Ik ga namelijk samen met Klaas van Kruistum, een oud mol, ga ik een video opnemen. Daar gaan we vragen, of tenminste we, gaat hij vragen van jullie beantwoorden. En gaan we de belangrijkste hints en aanwijzingen voor dit seizoen bespreken. We gaan een beetje sparren over wat we tot nu toe hebben gezien en wie wij als potentiële mollen zien. Dus mocht jij een leuke vraag hebben voor Klaas, laat hem zeker even in de reacties weten. De aflevering zal in het midden van de week uitkomen, dus zorg dat je even geabonneerd bent. Doe dat eventjes en doe dat belletje aan. Zou ik super tof vinden als je dat doet. En dan blijf jij op de hoogte van de nieuwe afleveringen. Het is trouwens gratis, hè? Abonneren is gratis. Dus als je dat zou willen doen, ben je een hele vette baas. Nou ja, omdat Nathan zo'n leuke vent is, ga ik hem ook betrekken bij hint nummer 4. En dat gaat namelijk... Nou ja, eigenlijk ook weer over Rick en Nathan. Want in het begin van de aflevering heeft Rick het over 5 kandidaten en 1 mol. En normaal houdt Rick eigenlijk altijd zijn handen vrij laag tijdens het presenteren, soms ook achter zijn rug. Maar nu deed hij heel duidelijk 5 kandidaten met zijn hand. Ik denk dat hij dat in mijn video heeft gezien. Ik doe dat ook. Hint 5, 4. Ik denk dat hij daarvan heeft. Maar hij zegt in ieder geval 5 kandidaten en 1 mol. Mol. Met nog maar 5 kandidaten en 1 mol in het spel. Waar zou dit op kunnen slaan? Het zou kunnen slaan op het feit dat als je de cijfers optelt, 5 en 1, dat je dan het nummer 6 krijgt. En het kan slaan op 6 letters, bijvoorbeeld 6 letters in de naam zoals Leonie of Nathan. Of het zou kunnen slaan op het rugnummer van Nathan, wat 6 is. Hint nummer 3. En die gaat over de opdracht dat ze in het granenveld staan. Tenminste, ik denk dat het granen zijn. Je weet wel dat ze op zoek zijn naar de mobieltjes. Wat ik daar namelijk wel interessant vond, is dat ik ging denken over... Waar wil nou eigenlijk de mol staan? Is het bijvoorbeeld Buddy? Zou Buddy graag die positie als mol hebben? Buddy rent van plek naar plek en gaat dan uiteindelijk aan het einde meten... hoe ver de afstand is. Nou, daar kijkt eigenlijk altijd iemand die op de tweede telefoonlocatie staat, die kijkt mee. Dus Buddy zou heel moeilijk, denk ik, een ander cijfer kunnen opnoemen of een beetje inaccuraat kunnen meten. Dat is niet echt de positie waar je graag wil staan. Nou, dan hebben we de positie waar ze starten met de telefoon en waar ze de tweede telefoon vinden. Dus op welke van die twee plekken zou de mol liever staan? Nou, ik denk persoonlijk dat je eigenlijk liever op de plek wil staan vanuit waar gemeten wordt. Want dan is het nog niet duidelijk wanneer de tweede telefoon gevonden is. Wanneer die wordt gevonden, dan zegt natuurlijk een persoon... Hé, hier is hij, ik heb hem gevonden. Wat doet iedereen? Iedereen kijkt naar die tweede telefoon. Oh, waar is hij gevonden? Iedereen kijkt geheid naar de plek waar de tweede persoon hem gevonden heeft. Vanaf dat punt moet die persoon eigenlijk stil blijven staan en blijven de ogen op die persoon. Maar op het moment dat dus die tweede telefoon gevonden wordt, kan best wel goed... de persoon die op de eerste locatie staat net even een metertje vooruit of achteruit gaan staan. Omdat iedereen toch op dat moment kijkt naar de nieuwe telefoon die gevonden wordt. Lang verhaal kort. Ik denk dat het best wel interessant is als mol om te staan juist op de plek waar de telefoon eerder is gevonden dan waar die nieuw is gevonden. En nu zijn de mensen die daar stonden als volgt. Je had als eerste Klaes die daar stond. Nou ja, die is overduidelijk niet de mol.
Rob, die stond er daarna. Leonie heeft ook op die positie gestaan. Klaes heeft er gestaan. En Miljushka. Zoals ik al zei, ik denk dat dat de beste plek is voor de mol om goed te kunnen mollen. Net even een stapje vooruit of achteruit of net even een touwtje verkeerd houden. Daarbij zijn Rob, Leonie en Miljushka dus het meest verdacht. Dan gaan we door naar hint nummer 2 en die vond plaats in hetzelfde granenveld. Alleen was dit een anti-molle hint. Oftewel een hint die juist iemand als kandidaat identificeert. Het ging namelijk over Miljushka. In het begin, bij de eerste meting die ze deden, kwamen volgens mij Buddy en Nathan uit op het getal 69. Dat de telefoonnummer zou starten met 1-69. Eigenlijk meteen daarna zei Miljushka van, weet je dat wel zeker? Het is waarschijnlijk 70. 69! Weet je het zeker? Hij lag hier, hè? Hij lag hier. Hier? Ja, hier, precies hier. Weet je zeker dat het niet 70 is? Ja, het kan ook 70 zijn. Ze zei dit omdat meestal telefoonnummers in China met die cijfers beginnen. Dat is niet echt iets wat je als mol wil roepen. Als mol heb je zoiets van, oh, ze zeggen 1,69. Sure, we gaan wel met 1,69. Het is echt proactief dat zij zelf zei, hey, het is 1,70. Omdat dat waarschijnlijk zo het geval was. En achteraf bleek dat ook goed te zijn. En dit was dus echt een anti-mollenstreek van Miljushka. Had ze niet hoeven doen, deed ze wel goede kandidatenactie. En die kandidatenactie pakken we meteen door naar de tweede opdracht waar ze in het goede vak moesten staan. Nou, uiteindelijk was het zo, want het was een best verwarrende opdracht voor veel mensen, dat als de persoon in het goede vak stond, dan waren ze 500 euro waard. Nou, uiteindelijk waren er twee mensen die op de goede plek stonden. Dat waren namelijk Miljushka en Klaes. Als mol wil je niet op de goede plek staan, want dan ben je 500 euro waard. En als je op de goede plek zou staan, dan zou je uiteindelijk willen gaan om het geld op te halen, want dan vervalt jouw bedrag. Dus stel, jij bent inderdaad 500 ben jij waard en jij gaat het geld ophalen, dan valt jouw 500 weg. En dan zou je dat dus als mol willen doen. Maar dat deed Miljushka ook niet. En Klaes ook niet, maar hij is obviously een deelnemer. Dus dat is echt een hele grote anti-molle actie van Miljushka. Ze had heel makkelijk nog even kunnen zeggen, yo, we wisselen hier nog even. Of ik haal het geld wel op, ik zal toch wel niets waard zijn. Maar dat deed ze daar niet. Dus dat was ook weer een giga anti-molle actie. En dat, ja, is eigenlijk meer gewoon bewijs dat zij waarschijnlijk een kandidaat was. In ieder geval leek het zo in deze aflevering. En daarbij is het tijd voor het bord. Ja, zoals jullie kunnen zien vond ik Miljushka deze aflevering het minst verdacht. Dat kwam overduidelijk door de hints die ik al benoemde. Over het feit dat zij corrigeerde bij het telefoonnummer en daarbij een goed nummer gaf. En dat zij in opdracht 2 op de goede plek stond en daarmee 500 euro in de pot haalde. Dat maakte haar voor mij deze aflevering als minst verdachte. En als meest verdachte heb ik Rob. En dan denk je, hè? Rob, maar je hebt het helemaal niet over Rob gehad in deze aflevering. Nou, dat komt omdat ik nog niet hint nummer 1 heb besproken. En dit vind ik een best grote hint. Hint nummer 1, dames en heren. En die gaat over de laatste opdracht. De opdracht dat ze de enveloppen moeten pakken in het dorpje. Oké, vooraf wil ik even zeggen dat dit een vrij ingewikkelde hint is. Dus kijk lekker rustig. Spoel even de hint terug. Als in wat ik nu ga vertellen als je het niet begrijpt. Maar het lijkt alsof er enveloppen zijn verwisseld. Tenminste, het lijkt zo, waarschijnlijk is het zo. We starten even bij het einde van de opdracht. Daar zien we dat Rick zegt, jullie moeten deze en deze envelop pakken. De envelop van Heinz en van Rad. Dat zijn de twee in ieder geval die uiteindelijk gepakt worden. Hij laat daarbij ook twee locaties zien. Namelijk de locatie van Heinz hier op de deur. En de locatie van Rad ook op een deur, maar dan een zwarte deur met ruitjes. Wanneer wij Nathan uiteindelijk de enveloppen zien pakken, klopt het inderdaad met de sfeerbeelden die we eerder zagen. Hier zie je namelijk dat Nathan het van de deur pakt, oftewel de envelop van Heinz. En hier zien we dat Nathan de envelop pakt van Rad op de deur. Klopt ook. Het enige wat hier niet uiteindelijk klopt, is dat hij 500 euro inderdaad in de ene envelop heeft, maar min 500 in de ander. Hoe kan dat als het toch overduidelijk is dat het dezelfde locaties zijn? Nou, dat kan alleen als de enveloppen eerder verwisseld zijn. En dat daardoor dus een verkeerde locatie was doorgegeven aan Nathan. En dat hij inderdaad op die locatie wel die envelop vond, maar dat die oorspronkelijk eigenlijk op een andere locatie was, waardoor er dus min geld alsnog op de goede plek lag. Volg je het?
Ik zal het rustig uitleggen. Er zijn eerder in de opdracht enveloppen verwisseld. De enige vraag is, wie heeft dat gedaan? En om dat te kunnen zien, moeten we heel goed kijken naar de footage van de aflevering. En ik heb wat fora afgespit, ik heb online gekeken. En hier zag ik heel veel voorbeelden waar een beetje misinformatie werd gegeven. Waar mensen ervan uitgingen dat toen Buddy op een bepaalde locatie kwam, toen zag je dat de envelop niet op de deur hing. Maar toen Nathan er later kwam, dat die wel op de deur hing. Nou ja, in eerste instantie lijken deze locaties op elkaar, maar dat is helemaal niet het geval. Ik heb ze namelijk stilgezet, ben gaan kijken naar de vormen van de ruiten, noem maar op. En daar zie je dat er wel degelijk verschil zit tussen deze twee locaties. Kijk bijvoorbeeld maar naar de rechter ruiten, dus rechtsachter. Daar zie je dat bij Buddy is het één geheel en bij Nathan zitten er een soort van lange zwarte stukjes tussen. Hoewel dit dus twee identieke locaties lijken, is dat niet zo. Dus toen ben ik gaan kijken, wat is nou het eerste punt waar bevestigd wordt waar alles goed op zijn plek ligt, zoals dat we het uiteindelijk ook bij Nathan zien. En als ik dan ga kijken, vond ik in Buddy zijn stukje, dat toen in ieder geval de enveloppen van Rad en zo, van Rad, goed hingen. Let maar op. Hier ga je een stukje van Buddy zien en daar gaat hij de namen benoemen. Hij noemt hier 5 namen. Bij elke naam zie je dat het op een paal zit. Alleen bij Rad, het laatste stukje, zie je niet dat hij op een paal zit. Dat betekent dus dat die van Rad, die moet wel op de deur gehangen hebben, aangezien hij niet op de paal zat. Let maar goed op. Nat 007. Lama 1997 is een envelop. Ja, dit is goed. Rick de Mol, Digimol en Rad. Dat is allemaal te vinden in deze ruimte. Oké, dat is dus ons controlepunt. Vanaf dat punt klopt het inderdaad dat alles goed op zijn plek ging. Van Heinz weten we het minder goed. We weten wel dat in het begin Rob Heinz benoemt als dat hij op de deur zit. En dat Buddy daarna zegt dat hij Rob heeft gecheckt en inderdaad bevestigd heeft dat alles klopt wat Rob zei. Oftewel, Heinz heeft sinds dat Buddy het dorp binnen is gegaan, zit ook al op de deur. Wat betekent dit? Dit betekent dat de enige mogelijke persoon die dit heeft kunnen veranderen, degene was voor Buddy. Want vanaf Buddy hing alles goed op zijn plek en daarna heeft ook niemand het meer kunnen veranderen. Want als iemand het had veranderd, dan had Buddy dat ook geweten. Dus het moest daarvoor gebeurd zijn. Wie is er voor Buddy allemaal in dat doolhof of in dat dorpje geweest? Dat was alleen Rob. Rob was de allereerste en ook bij het onderverdelen van de rollen, wanneer iedereen naar binnen mocht, was Rob de allereerste die zei dat hij graag als eerste of een van de eerste het dorpje in wilde. Dan wil ik wel als een van de eerste omschrijven en zand halen. Dat is goed. Dat is ook de perfecte plek voor de mol, want als jij daar iets verandert, niemand zal er ooit achter komen, want iedereen denkt dat die locaties van die enveloppen kloppen. En daarbij moet het dus wel Rob geweest zijn die de envelop verplaatst heeft. Zoals ik al zei, als je het niet volgde, spoel het eventjes terug, check het allemaal. Maar ik heb echt veel te lang hier naar zitten kijken en research zitten doen. Het is nu bijna 1 uur 's nachts en ik ben nog bezig met deze opname, omdat ik elk frame ben ik gaan vergelijken. En daaruit denk ik dat de enige mogelijkheid is dat Rob de enveloppen heeft veranderd. Daarom zie ik hem ook als meest verdachte. Het enige wat ook zou kunnen is dat Nathan in het beeld een envelop pakt en dat hij hem dan later stiekem nog omwisselt. Maar ja, dat zou wel heel erg zijn als de makers ons zo proberen te misleiden dat ze laten zien van ja, Nathan pakt deze envelop, maar stiekem heeft hij hem later toch weer omgewisseld. Dus ik vind dit een hele sterke hint naar Rob. Het is allemaal uiteraard nog niet waterdicht. Daarom ga ik ook met Klaas alle hints bespreken. En laat dus ook zeker even vragen achter. Als jij die hebt, abonneer en gooi dat belletje aan. Volgende week is er weer een aflevering die ik ga bespreken. Ik hoop jullie daar heel graag te zien. Tot volgende keer, dames en heren. Ciao.